Beste leerlingen, vandaag neem ik jullie mee op een reis door de jaren 50. We hebben juist de Tweede Wereldoorlog achter de rug, maar jammer genoeg is niet alles zoals het oude. Dit filmpje sluit aan bij het werkboek van Frappant, les 38. Je neemt er best een blad bij om notities te maken. Schrijf bovenaan als titel de experimentele en beantwoord de vragen die je gedurende het filmpje krijgt. Het beste is om telkens het filmpje te pauzeren wanneer zo'n opdracht komt. Je kan dit blad achteraf toevoegen aan je notities. Zoals ik juist zei, we hebben net de Tweede Wereldoorlog achter de rug, maar nu hebben we de Koude Oorlog en de Berlijnse muur wordt gebouwd. We zijn nergens nog echt zeker van. Waarom bestaan wij nog, is de vraag die Camus en Sartre zich stellen. Nochtans wordt Europa wel vlotjes terug opgebouwd, de welvaartsstaat ontstaat en we krijgen een consumptiemaatschappij. En in deze vlug veranderende wereld ontstaat de Cobra-beweging. De naam komt van de belangrijkste steden waar deze beweging plaatsvindt. Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Voor deze kunstenaars moet er niet te veel nagedacht worden. Ze maken hun kunst spontaan. Het doet een beetje denken aan kindertekeningen of grotschilderingen. Tijdens de Cobra-beweging krijgen we in de literatuur de experimentelen. De auteurs zijn ontgoocheld in alles. De mensheid, de maatschappij, de cultuur en de traditionele poëzie. Ze willen dus vernieuwing. Ze willen experimenteren met nieuwe vormen en nieuwe inhoud. Enkele van deze vernieuwers zijn Lucebert, Jan Hanlo en Hugo Claus. Van deze laatste zullen we een gedicht analyseren. Zoals je al in vorige filmpjes kon zien, kan je gedicht op drie niveaus analyseren. Inhoud, vorm en stroming. Lees het gedicht dat hier staat. We zullen eerst de inhoud bespreken. Er spelen twee personages mee in dit gedicht. Ik en jij. Wie zijn de ik en jij in dit gedicht? Ik is de auteur van het gedicht, Hugo Claus. Gij is zijn moeder. We zullen nu per strofe bekijken wat hier juist staat. Wat gebeurt er in de eerste strofe? Let hier vooral op vers 2 en 3. In de eerste strofe beschrijft Hugo hoe zijn moeder hem ter wereld bracht. Zij schreeuwde, haar lichaam beefde en hij ontstond. Beschreven als het uit as tevoorschijn komen met beenderen die vuur vatten. We gaan naar de tweede strofe. Wat gebeurt er fysiek met de moeder? De moeder wordt ouder. Met de woorden, gevangen in haar vel, maakt Claus duidelijk dat ze dit niet per se als iets positiefs ervaart, eerder als iets onoverkomelijks. In de derde strofe heeft Claus het nog steeds over zijn moeder, maar niet meer over haar lichaam. Wat zegt hij hier over zijn moeder? In de tweede strofe ging het over het lichaam van zijn moeder, in de derde strofe gaat het over haar geest. Haar oog is licht, wil waarschijnlijk zeggen dat ze nog jong is van geest. Dit wordt ondersteund met de volgende twee versen. Dat komt omdat ze mij had. Haar kind hield haar jong. Je hebt hier tussen strofe 2 en 3 dus een inhoudelijke tegenstelling. In strofe 4 verandert ineens de tijd van het werkwoord. We krijgen een verleden tijd. Hiervoor, in het gedicht, hadden we altijd de tegenwoordige tijd. Naar welk moment keren we juist terug? Claus heeft het hier over zijn moeder voor zijn geboorte. Op dat moment was ze nog jong en speels. De jonge katten kunnen wijzen op haar seksualiteit. Bij strofe 5 valt direct de maar op. We hebben het hier weer over een tegenstelling. De tijd van het werkwoord is trouwens weer de tegenwoordige tijd. Wat is er hier juist veranderd? Door zijn geboorte is ze nu niet meer jong en speels. Door geboren te worden, heeft hij iets onvergeeflijks gedaan. Het kan niet meer ongedaan gemaakt worden. Ze is niet meer die jonge en onbezonnen vrouw. Uit strofe 6 blijkt vooral één emotie. Over welke emotie gaat het hier? Spijt is wat de moeder voelt. Vaders voeten wassend is een beeld dat je van ergens anders kent. Van waar ken je dit beeld? Maria Magdalena was de voeten van Christus, maar ook Jezus was de voeten van de andere apostelen. Dit is een teken van onderdanigheid en ook dat blijkt uit het zwijgen van de moeder. Bij de vorm valt eigenlijk vooral de haakjes op. Wat is het inhoudelijke verschil tussen het deel zonder haakjes en het deel met haakjes? Wat er tussen de haakjes staat is een uitweiding over de moeder. Claus geeft achtergrondinformatie. Alles wat buiten de haakjes staat is wat hij tegen zijn moeder zegt. Hij spreekt haar aan.
We komen aan de zevende strofe. De haakjes zijn voorbij, dus we nemen de draad weer op naar de eerste strofe. Die ging over de geboorte van Hugo Claus. En hier gaan we verder waar we gebleven waren, met bijna dezelfde bewoording. Over de geboorte zegt hij, ik was de genode, maar dodende gast. Wat wil dit zeggen? Claus was zeker gewenst als kind, maar door zijn geboorte vermoordde hij de vrouw die zijn moeder ooit was. Hij heeft van haar een moeder gemaakt. In de voorlaatste strofe maken we weer een sprong in de tijd. We zijn in het nu. Hugo Claus als volwassen man. Hij is niet meer het kind, hij is als man vervreemd van de moeder. Dan haalt hij een literair historisch motief aan. Er staat, gij denkt, hij is de zomer, hij maakt mijn vlees en houdt de honden in mij wakker. Welk motief is dit? Dit is het Oedipus motief. Er is een seksuele aantrekking tussen de moeder en de zoon. In de eerste strofe had het over het begin van het leven. In de laatste strofe gaan we naar het einde van het leven. Claus geeft aan dat je van je moeder niet volledig kan loskomen. Wie het leven doorgeeft, geeft ook het sterven door. Bij het bespreken van de vorm bekijken we normaal gezien eerst de rijm. Hier is die niet aanwezig. Verder kunnen we opvallende elementen bekijken. Er zijn twee zaken die voorkomen die normaal gezien niet te zien zijn in een gedicht. Welke? Er worden haakjes gebruikt, dat heb ik al gezegd, bij de inhoud. En er is een directe reden. Je bent mij ontgroeid, zegt zij traag. Op die zin zit er wel meer nadruk. De traag die daar staat kan zowel passen bij zegt zij als bij mijn vaders voeten wassend. We noemen dit een apokoinon. Op deze vers en de volgende heb je nog twee stijlfiguren. Er is een enjambement, mijn hoort bij vaders voeten. En er is een alliteratie, vaders voeten. Door zoveel stijlfiguur in twee versen te steken, lijkt het alsof Hugo Claus hier de nadruk op wil leggen. Dit is de essentie van het gedicht. Zoek nog een ander enjambement in dit gedicht. Hier zie je de mogelijkheden. Er is ook herhaling terug te vinden. Zoek die. Die zie je hier terug. En verder is er ook, zijn er twee metaforen. Zoek een metafoor. En die zie je hier. Dat zijn de belangrijkste stijlfiguren. Dan komen we bij de stroming aan. De auteur behoort tot de vijftigers en die hebben eigenlijk kenmerken gemeenschappelijk. Je ziet ze hier. Opdracht, noteer deze kenmerken en zoek van elk een voorbeeld. Een voorbeeld van associatieve poëzie. Dieren associëren met katten, vlees met honden. Een voorbeeld van lichamelijke poëzie. Gij schreef is iets wat je hoort, gevangen in haar vel wat je voelt, haar oog is licht wat je ziet, door mij aan te zien opnieuw zien. En als laatste onbeweeglijk zijn de krekels in mijn stem wat je hoort. Autonome beeldspraak. De beeldspraak verduidelijkt niet, maar staat er gewoon bij op zichzelf. En dan voor de woordenschat kan ik niet één element aanduiden, maar het is zeker dat Claus niet oude regels volgde. Hij heeft het over verschillende zaken en kiest zijn eigen woorden. Het laatste kenmerk was dat je het gedicht moet interpreteren. Dat hebben we bewezen met dit filmpje. Het is niet heel gemakkelijk om te weten wat de auteur juist bedoelt. Bovendien zijn er andere interpretaties mogelijk. Een professor heeft mij ooit een analyse gegeven waarbij dit gedicht volledig over seks ging. Dan sluiten we nog af met de muzikale noot. Hugo Claus heeft het gedicht En Voix geschreven. Absent Minded heeft het gedicht omgezet in een lied. Geniet ervan.